Derwin Martina en Vincent Vermeij hebben vanmorgen een eenjarig contract bij Ajax ondertekend. Komend seizoen komen ze waarschijnlijk uit voor Jong Ajax. Van harte met je nieuwe contract bij Ajax. Dankjewel. Het is goed nieuws na een dag met slecht nieuws voor jou. Je hebt een blessure opgelopen. Wat is er precies aan de hand? Ja, ik kwam in een duel met een teamgenoot, Nick de Bond. En we zijn allebei geblesseerd geraakt. Dus dat is niet zo mooi, maar we weten nog niet echt wat er aan de hand is. Later vandaag moet blijken hoe ernstig de blessure van Martina is en hoe snel hij weer zal aansluiten bij de selectie van Jong Ajax. Daar gaat Martina spelen op een positie waarop hij pas enkele maanden geleden als A-junior terecht is gekomen. Ik was vroeger aanvaller, of vroeger dit jaar nog. En aan het eind van het seizoen had de trainer me op een andere positie gezet, rechtsback. En het beviel me wel en de trainer ook wel. En ja, ik ben gewoon een speler. Ik moet hebben van mijn snelheid. En ja. Je richt je nu ook op de positie van rechtsback. Ja, zeker, zeker. En die omschakeling van aanvaller naar verdediger, die lijkt wel op de ontwikkeling die ene Michael Reiziger ooit doormaakt. Heeft iemand die vergelijking alles gemaakt? Ja, de trainer van A2. Hij gaat nu naar B1. Saito Ali, die had het ook al een keer gezegd tegen mij. Nou, dat is een goed voorbeeld in ieder geval. Ja, het zou mooi zijn als dat me ook zou overkomen, inderdaad. Ook de ontwikkeling van Martina's teamgenoot Vermeij is verrassend te noemen. Een jaar geleden speelde de spits nog bij de amateurs van Zuidvogels. Nu gaat hij het betaalde voetbal in. Had je verwacht dat die ontwikkeling zo snel zou gaan? Nee, zeker niet. Nee, het was toen ik bij Zuidvogels zat. Op jonge leeftijd wilde ik graag naar Ajax toe. Op een gegeven moment had ik het eigenlijk al opgegeven. En dan was het gewoon voor de lol. En toen bleek toch nog Ajax interesse te hebben. En toen dacht ik, nou, dan doe ik gewoon mee. En dan kijken waar het schip strandt. En het was mijn doel om in Jong Ajax te komen. En het is nu gelukt. En nu is mijn doel om weer in het eerste te komen. En kijken of dat dan lukt. Ik ben een aanvaller. Spits of aan de flanken. Kan allebei. Ik ben van de goals. Daardoor denk ik ook dat ik hier naartoe ben gehaald. Omdat ik op jonge leeftijd al heel veel heb gescoord. Ja, dat is eigenlijk mijn ding. Gewoon afmaken. Ik heb niet echt ik ben niet ontzettend snel. Ik ben niet ontzettend lenig. Ik doe niet heel veel trucjes in het veld. Ik ben meer gewoon van de goals maken en de beslissing maken. Zowel Martina als Vermeij speelden al eens in Jong Ajax. Maar dat was in de beloftecompetitie. Het niveau zal dit jaar, wanneer Jong Ajax uitkomt in de Jupiler League, hoger liggen. Ik denk dat het zeker een zware overstap wordt. Het goed voetbal Jupiler League. Jong Ajax, jong team. Dus ik denk dat we er wel moeilijk mee kunnen gaan krijgen. Ik denk dat het voetballend vergeleken met vorig jaar, vooral bij Jong Ajax, waar ik toen een paar keer heb meegedaan, dat het voetballend was toen ook wel heel goed. Ik denk dat het nu erg fysiek, dat je nu tegenover echte mannen komt te staan, echte beren komt te staan. En dan moet je klaar voor zijn. Maar als wij gewoon door trainen zoals we nu bezig zijn, dan komt het vast en zeker goed. Daar geloof ik wel in. Door te bikkelen en hoog niveau, heel anders. Altijd veel publiek, denk ik. En En doe je nog iets extra's, iets speciaals om je daarop voor te bereiden? Natuurlijk investeer ik veel in mezelf. Sportschool. En daarbuiten probeer ik me gewoon van alles om mezelf beter te maken, zeg maar. Zo goed mogelijk ontwikkelen eigenlijk. Ja, in alle opzichten. Fysiek, voetbaltechnisch. En dan hopelijk de overstap maken naar het eerste. Misschien is dat het snel, misschien in 2 jaar. Dat zou ook mooi zijn. Maar in ieder geval mee in de kijker spelen bij Ajax voor het publiek. Want het uiteindelijke doel is natuurlijk, het zal niemand verbazen, het eerste. Precies. Precies, dat zou wel mijn. Dat is niet mijn doel, ja. Dat zou wel een droom zijn. Dat is niet mijn droom, ja.